Linda de Mol kaapte Merel Westrik in de zomer van 2019 weg bij het RTL Nieuws om het boegbeeld te worden van Net 5. Die zender zou een soort tv-versie worden van haar tijdschrift Linda. Met het programma Ladies Night als het centrale middelpunt. Deze vrouwen-talkshow met Merel is echter gigantisch geflopt. Al snel verliet Linda het zinkende Net 5-schip en inmiddels ligt de tv-carrière van Merel alweer een paar jaar aan gort. Heel jammer, vindt Anouk Smulders het. Ik vind het jammer dat we haar eigenlijk een tijd niet zien, hè, aldus de Borsato-bestie aan de desk van Shownieuws. De carrière van Merel ligt volledig stil, merkt Anouk. Ze kwam in 2019 natuurlijk naar Talpa toe, toen de vrouwenzender op Net 5 begon en Ladies Night. Ze heeft 2 seizoenen gedaan. Het eerste seizoen vond ik zelf heel erg leuk, maar het is uiteindelijk na 2 seizoenen van de buis gehaald. Anouk hoort echt nooit meer iets over Merel. Ze is natuurlijk bevallen van een dochter, we hebben haar daarna nog gezien bij Free Britney voor Net 5 en ze heeft een special gemaakt over Dry January voor de Linda, maar daarna was het eigenlijk best wel stil. Het is wel heel jammer dat we haar niet zien. We hebben bij Talpa ook nog even navraag gedaan en die zeiden, we doen geen uitspraken over haar contract, maar ik zou het heel leuk vinden als we haar vaker weer gaan zien.